Nee, ik hoop dat het een beetje te zien is. Ik kan het niet zo goed beoordelen. ik zie Ego G106. Even uitpakken. Ik maak ook nog een filmpje van dat ding in bedrijf, maar dit is wel heel uitpakken. Dat is toch wel heel klein. Dit is zwaar. Veel zwaarder dan de voorloper. G&M. Dat ding is echt zwaar. Maar hij is niet groot. Even kijken hoe dit knopje draait, want dan ben ik erg nieuwsgierig. Oh, dat is heel mooi. Ja, dat werkt heel fijn, zeg. Ja, en dit is een knop met, ja, ook een, neem ik aan, een rotary encoder. Dus, ja, veel meer kan ik er niet aan laten zien, denk ik. Hè. Heb ik hem zelf al in beeld? Oh ja. Mooi dingetje. Echt mooi. Even kijken. Zit er nog meer bij? Een CAT-kabel, denk ik. Zie je het? CAT? Nee. Waar is die hoor? Oh, communicatie. Oh. Ja, voor digitale motors heb je nog een extra kastje nodig, heb ik begrepen. Maar ja, je kunt natuurlijk ook audio in en uit doen. Ja. Oh zo, ja. Oh, dan heb ik nog geen kabeltje nodig, want ik heb zelf dat al aan de voering zitten. En de microfoon heeft ook een speaker. Wat leuk is dat je kunt wisselen tussen de speaker in het apparaat en in de microfoon. Wat meer Chinese apparaten hebben, wat ik eigenlijk wel een uitkomst vind. Als je in een eigen omgeving zit. Nou, heel blij. Kom even uittesten. Nou, dat was een korte unpacking video. Unboxing? Nou ja, zoiets.